We staan hier bij het sorghumgras Little Giant. De naam doet de plant eer aan. Het is een wat kleinere plant, een hele stevige plant. Hij kan tot 1,70 à 2 meter worden. Door dit redelijk vreemde groeiseizoen is hij hier wat kleiner gebleven. Little Giant is een graantype sorghum. Is ook wel te zien, heeft een mooie volle pluim. Hier wordt het zaadmeel ingevormd. Little Giant wordt gekenmerkt door een bruin midrib. Dit is vooral in het vroeg stadium van het gewas te zien. Dat betekent dat de bladnerf is bruin en dat geeft een indicatie van een hele hoge verteerbaarheid. Daar staat deze plant ook bekend om. Hij moet niet al te rijp geoogst worden, het liefste wat onder de 28% droge stof, zodat de suikers goed benut worden. De voederwaarde in Frankrijk van dit ras is hoger dan een gemiddeld maïsras. Dit komt niet voornamelijk uit de zetmeel die in de pluim wordt gevormd, maar meer uit de suikers die uit de plant voortkomen. Zoals je ziet, het is een redelijk kleine plant met forse stengels en heeft een flinke bladmassa. Ook deze plant kan tot 15 à 16 bladstadia vormen onder Nederlandse omstandigheden. Een ander voordeel aan de stevige stengel is dat hij oogzeker is. Hij zal dus niet snel omwaaien, ook al heeft hij zo'n grote zware pluim bovenin. We hebben vorige week deze plant bemonsterd en er kwam een droge stofpercentage van 21% uit naar voren. We verwachten dat hij over ongeveer 2 weken klaar is en dan zal het droge stofpercentage rond de 25-26% liggen.